Heb je een hemmer of een beetje? Het is een accident. Dat is waarschijnlijk de reden waarom we ons als laatste hebben geplaatst. Oké. Accidents happens, even in de FedEx. Ja, even in de FedEx. Oké. Een van de volgende dingen dat ik jullie wil laten zien, is dus eigenlijk, wat hebben we hier gemaakt? Dat is een soort glazen bol. En daarop staan er rietjes. En op die rietjes staat er dus een chocolaatje in de vorm van een raket. En die pralines zijn gevuld voor de helft met een ganache van zoetgoud. En wat hebben we nu gemaakt? Dat is een mengeling van Szechuanpeper en munt. Het is dus de bedoeling. Ik heb al iets geleerd in Spanje, bij Angel, van een 100% chef, heeft me geleerd, als je lekker wil roken, iets laten roken, dan is het heel belangrijk dat je daar een klein beetje vocht aan toevoegt. Als je dus met een droge substantie rookt, dan is het veel te agressief. En dat was een van de fouten die ik vroeger maakte. Dus als je rookt, voeg een klein beetje vocht aan toe, zorg dat je mengeling, je in het drugs zeggen, je zaagmuil, dat dat een klein beetje vochtig is. En dan krijg je veel aangenamere smaak van je rook. Oké? Okay? Alright, oké. Voilà. Dus we hebben ook nog een extra koker ertussen geplaatst. Met die munt erin. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat die rook heel langzaam, hopelijk niet te langzaam, want ik heb beloofd dat onze presentatie heel vlotjes ging aan, dus je ziet hem al komen. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien met de camera. De rook begint in de buis te komen, hier. Neem nog even de geur van diverse munt mee. En ondertussen, misschien dat dit hier een belangrijk stuk is. Dat is het, yes, voilà. Dus hier zie je eigenlijk de chocolaatjes die die koude rook binnenkrijgen. Die rook is een mengeling van gedroogde munt en Szechuanpeper. Dan krijg je hele kruidige en toch nog een frisse toets van rook. Klinkt misschien vreemd, maar jammer genoeg, ik heb dat die bol laten maken hier bij een artisanale glasblazer in Brugge. En we hadden niet genoeg ballen kunnen maken voor 1300 man die hier vandaag aanwezig is, dus excuseer me daarvoor. Wat het idee is dus eigenlijk dat je dus het chocolaatje eraf neemt, die rook zit er nog half in en dan eet je die op. Heb je een ganache van een hele bittere chocolade uit Costa Rica, 64%. Er zit een ganache van zoetgoud en dus je rook van munt en Szechuanpeper. Oké, dank je. Nu, ik vond het zo leuk om eigenlijk te werken rond een praline die voor de helft gevuld is. En daar eigenlijk een soort rook, een soort geur aan toe te voegen. We hebben nog een andere buis gemaakt. Dus de eerste was die raketjes. Om een beetje in die space sfeer te blijven. We hebben dus een andere buis gemaakt. En daarop zit een UFO's. En die is gemaakt uit een bitter chocolade uit Ecuador. En die zijn voor de helft gevuld met een ganache van Valencia sinaasappelen. Nu, hier binnen in die buis, je ziet misschien niet goed, zit er een poeder van wenkelbloesems. Die ik hier bij Jan de Monique, ik weet niet waar Jan zit, bij Jan heb gekocht. Heel fris, heel aromatisch. Daar hebben we dus nu droogijs aan toegevoegd. En nu is het een gevaarlijk moment, dus daarom ik praat liever, ik doe het er zelf niet. Je had daar vloeibare stikstof in gieten. Oké, oké. You're talking Flemish, I don't know. No excuses. Dus hier zie je effectief, voilà, en dat gebeurt dus. Die raketjes door de kracht vliegen ervan. Wat is eigenlijk echt leuker? Doordat het zo ongelooflijk koud is, krijg je in plaats van een gewoon chocolaatje, krijg ik een soort ijspraline.
Ze kreeg een eetsplarine met een ganache van bittere Valencia sinaasappelen en met een rook van de bloesems van vijgenboom. It's okay, guys. Just watch out for your hands. Okay? Voilà. Okay, voilà. Dus nu zie je echt duidelijk dat die stoom daarop komt, wordt afgesloten. En die pralines worden dus voor de helft gevuld met die rook. Die neem je ervan. Ideaal bij de cinema. Echt pralines.